Het is vrijdagmiddag 7 maart. Rond 3 uur komen de eerste vrachtwagens van actiegroep Groningers in Opstand de oprit van de A7 bij Bad Nieuweschans oprijden. In navolging van landelijke acties tegen de bezuinigingen van het kabinet besloot de actiegroep om met deze vrachtwagens de A7 volledig te blokkeren. Ik sta voor de toekomst van mijn kinderen en mijn kleinkinderen en ook van de rest van de kinderen en kleinkinderen van andere Nederlanders. Ik bedoel dat ze straks niet met de brokstukken van deze regering blijven zitten, zodat die straks alle schulden af moeten betalen. Volgens de actievoerders treffen de bezuinigingen het noorden extra hard. En daar komt de problematiek rondom het aardgas nog eens bovenop. De meeste grondstoffen komen hier uit het noorden weg en die worden naar de regering toegesluist. Als wij hier de gaskraan dicht schroeven, dan hebben ze in het westen koude voeten, bij wijze van spreken. Ik bedoel, het lijkt gewoon nergens op. Om deze actie zo rustig mogelijk te laten verlopen, verliep alles in samenspraak met de Duitse en Nederlandse politie. Dan gaan we er bij Boende af, over het industrieterrein. Mm-hmm. Daar maken we een keerlus. Ja. En anders moet je bovenaan op de afrit keren, dat wil je met groot materieel. Nee. En dan gaan we de oprit weer terug naar Nederland. Heel goed. Helder. Na een half uur stilstaan stond er een file van zo'n 8 kilometer aan beide kanten van de snelweg. Heel jammer voor de mensen. Het gaat gewoon erom om een signaal af te geven dat het Nederlandse volk dit niet langer pikt. En als het wezen moet, dan krijgt dit nog een vervolg. Om al die gestrande automobilisten enigszins tegemoet te komen, deelde de organisatie koffie uit. De koffie is voor de versnapering natuurlijk. Er is koffie, er is geloof ik ook nog een patat onderweg, broodjes onderweg. Dus we maken er een leuk feestje van. En voor dat feestje hadden de meeste automobilisten na de uitleg van de actie wel begrip. Wij wisten er niet van. We hebben niks te doen vandaag en we hebben echt net over de grens ook getankt. Dus ja, ik vind het wel een hele goede zaak dat we in Nederland ook gewoon normaal kunnen tanken. Niet alleen de A7 werd geblokkeerd, ook in andere delen van onze provincie werden acties gevoerd met langzaam aanrijdende auto's. De organisatie spreekt van een succes. Ik heb net ben ik bijgepraat van de rest van de acties. Groningen loopt helemaal goed. Ook daar is exact hetzelfde resultaat als hier. Ook vanuit Delfzijl. Bij Zuidbroek ligt alles dicht. Dus, en ook op het Julianenplein is ook alles dicht. Dus het is, ik denk dat de Groningers zich nou wel even hebben laten horen. Wat gaat er na vandaag gebeuren, denkt u, na deze actie? Ik hoop dat er meer aandacht voor komt en dat dit signaal voor onze regering is dat we het beu zijn en dat ze er misschien wat mee doen. Nou, de file lost zich langzaam weer op, u kunt weer gaan rijden, denk ik. Ja, dankjewel. Toch duurde het nog tot laat in de middag dat de hele file weer was opgelost.